complexe projecten op de juiste manier aanbesteden. Jan Reinoud de Ket van Royal Haskoning DAV is specialist. Ik heb ervaring met andere wijzen van aanbesteding. Bij opdrachtgevers zoals Rijkswaterstaat, Tennet, Schiphol, waterschappen, provincies, gemeenten, maar ook met private partijen zoals een project wat ik onlangs gedaan heb bij Thales. Bij anders aanbesteden wordt in de breedte meer ingezet op samenwerking en partnerships. En dit wordt vormgegeven in relationele contractering. Een voorbeeld van een relationeel contract is bijvoorbeeld een bouwteam, ofwel een tweefase contract. Maar denk ook aan allianties en portfoliocontracten. Bij relationele contractering wordt vooral gezocht naar langdurige waardecreatie tussen partijen. Vooral ook door precontractuele overeenstemming die dan bereikt moet worden tussen die partijen. Onder andere door toepassen van de mutual gains approach. Mutual gains approach. Dat betekent, zonder overeenstemming is er geen overeenkomst. Wat levert dat op? Eén is dat het contract niet langer voorop staat, dus niet het middel staat voorop, maar het project staat voorop, het doel. Een ander voordeel is dat samenwerking en partnerships geen dode letter zijn in het contract. Het laatste voordeel wat ik wil noemen is dat de risico's in een samenwerking niet langer als risico worden gezien, maar als een kans. Anders aanbesteden, dat kan een uitdaging zijn, maar is het de moeite waard? Wat ik anderen zou willen meegeven op het gebied van anders aanbesteden is dat het echt anders kan en ook beter kan. En waar wil is een weg.